5 seconden! 5 seconden! Dat is het!
John, ja, je bent aan het filmen. Lekker even voor de radio. Je bent er heel wat jaren bij, hè? Ja, zeker vanaf 2009. Dus hebben we YouTube-kanaal John van Beek 101 van de Beek vanavond. Mooi, hè? Mooie reclame even tussendoor. John doet al heel wat jaren uiteraard. En als je op zijn kanaal kijkt, hij neemt alles op. Zit over heel Nederland door. Ja, je kunt me zeggen, ook internationaal bereikbaar. Tip, hè? Twee Grand Prix overwinningen. De Bullet, gestart nummer 84. Vijfvoudig wereldkampioen. Hij rijdt nog. Daar is Calvin Vlaanderen. Daar is de man die gewoon privé-rijder is. Die gewoon top 5 rijdt in het wereldkampioenschap. Handen de lucht in. Ja, doet er niemand mee. Kom maar. Alsjeblieft. Ja. Thank you.
Thank you.
prachtig. En zo waren we in de hele avond. De startnummer 484. Bermoets, eerste man, 15e geworden. Het ziet er heel goed uit en als je de vol kan houden, dan pak je niet alleen de dag tegen, maar ook de titel. En dan kom je net aan. Even aanvoelen. Ja. Ja! 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 Maar, alles weer recht. Ja, hij loopt wel super en hij verbaast mij elke keer op weer hoe die jongen doet. Ja, gewoon trots. Ja, mooi dat. Ja, ik zie de tranen in je ogen, dat is geweldig. Ja, dat is mijn leven natuurlijk met familie. Jullie reizen over aan de toekomst. Ik heb deze leven ook internationaal geen meer. Jullie gaan zo om in de toekomst. Ja, dat vind ik ook weer een goede kant. En het past ons geen maar door dat. En het is gewoon mooi hoe je dat samen met elkaar kan brengen. Ik denk dat ik daar zei van hij is EK, ik heb het meer nou op. En daarna de driewielersrecord. Maar Heitink heeft het ruime sok gekozen, want Bergvoets moet alweer een seconde toegeven. Dat is de vierde seconde geworden op de nummer 2. Bergvoets tweede. En ook hij scoort een 14 tellen verlies. Hij heeft de handen vol op het tempo. Dat kunnen wij nou. En die Heitink, hij is Yeah!
Gefeliciteerd. Kapot? Gefeliciteerd, hè? Jongen, dat is dat hier komt. Hallo. Ho. Ja, super, hè? Hij doet het maar, hè? Dat bedoel ik. Goed bezig. Dat is gestopt. Goed zo. Dat kan nooit. Ik loop. Hoe zeg je dat hier? Ja, belachelijk. Wat ging er door? Ja, ik had opnieuw weer een goede start en zo mijn wedstrijd gereden. Ik maakte gelijk een foutje in het begin, dus ik kwam in het spoor. Toen kwam die mij voorbij, maar de wedstrijd is zo uitgereden, maar die had volgens mij de motor op, dus toen ben ik naar de eerste gegaan. En toen overleden worden en kampioen. En hoe was het publiek? Ja, echt geweldig. Ik kon er niet heel veel op letten, maar ik hoorde wel alles goed. Het was echt super mooi. Heel geweldig. Als we zien allemaal aan de volgende. Papa, schiet weg. Moritz Erdekker, kijk eens wat een kleine jongen. Hij is totaal geen jongen. In het klasklassement. Bij voor een huldiging en een envelopje van VIP Lounge. Dan gaan we in het ook een daverend applaus geven, want ook hij streed tot de laatste ronde voor het kampioenschap. De man uit Staphorst had vanochtend nog een probleempje met de schouder in de tijdtraining. Wordt vandaag totaal tweede, Dex Koenker. En de voorzitter, 17 jaar lang leidt hij hier al deze vereniging, Henry Beekenkamp. En natuurlijk de award voor de tweede plaats. Wat moet ik gaan doen, moet ik hieronder die trailer pluiven. Want we gaan hem hier met een daverend applaus binnenhalen. De kleine man met zijn grote daden hier in zijn thuiswedstrijd. Winnaar van het dagklassement start nummer 499, Dani. Sorry.
Hier staat het, ja dat klopt inderdaad, Jarmen staat ertussen in de tunnel. Wat kan ik u vertellen? Als je dit kunt presteren op deze leeftijd, onder deze druk, en je pakt hier de Dutch Masters of Motocross 2023, kan het applaus maar heel hard klinken. Hier is hij, Daniel! Met de plate voor de titel Dutch Masters of Motocross 2023. En dames, de ovatie voor Jeremy Kerstin. Wat zijn nou nummers? Mooi, hè? Je hebt gelijk. Ja. Kom hier. Trek aan dat ding. Ja. Eerste echte John van Beek, 100%. Ja. Vandaag gaat hij voor één keer in voor de betere Dani Heiting. Ja, dat bedoel ik. Zo ben ik dan ook alweer, hè? Hoppa. Even een rondje draaien, John. Ja, zo ben ik ook. Kijk hier. Ja, hoppa. Hoppa. John van Beek, 100. Goed bezig, meneer. Top. Even werken hier, hè? Vanaf live vanuit Oldenbroek, hè? Ja. Thuiswedstrijd, hè? Vroeger, ja, hè? Ja, zeker. Bedankt, jongen. Pas even. Kamperveen. Ja. Daar staat erop. We zijn wel kort afgebonden, hè? Want die batterij die loopt niet voor niks, hè? Allemaal in mijn handje, jongens. Dat is goed, daar. Goedemiddag. Hey, Johnny. Hoe is die? Kun je een beetje volhouden? Waar er nou weer een bovenop zitten? Ja. Dat is de tweede, hè? Nee. De eerste. De eerste? Oh, ik dacht dat ik één gaat had. Nee. Dan loop ik achter de feit aan. Hè. Ik was de eerste. Ja. De eerste ook? Oké, maar goed. Hoe lang nog? 5,5 week. Dat is iets langer dan een maand, hè? Ja. 4 weken is een maand geloof ik bijna, hè? Ja. Bijna, oké. Mooi. Nou, en weet je al wat? Of hoe? Wat nee, gaat worden? We weten niet wat het nee? wordt. Nee? Spannend. Verrassingspakket. Verrassing. Dat is leuk, toch? Ja. Ja. Deze geloof ik, hè? Zeg goed? Maaier? Ja. Hè? Nee, van de hoek, hè? Maaier. Ja, ondertussen. Van de hoek van de Maaier, hè? Ja. Hier vanuit Oldenbroek, hè? Dit was hem. Wacht jongen, dat wil je niet weten. Nee. Zo hè? Prima. Frisse ja. Leven, wordt lekker bruin zo hier in Oldenbroek, hè? Hoe dat zo maakt zich wel. Ja, dat wil ik zeggen. Die zit lekker bij, moet kijken. Hè? Goedemiddag. Twee is al begonnen hier. Ben ik op tijd? Mooi. Lieke ben je, kom. Mooi, jullie hebben een mooi leven bij. Hè? Je wordt gewerkt. Hè? Zit je nou maar weer te drinken, ja? Is dat niet te geloven? Altijd hetzelfde, jongens. Zit er nou al achter? Mag wat kort, hè? Maar die Heiting mag wat kort. Goedemiddag, jongen. Heiting. Gefeliciteerd, jongen. Gefeliciteerd, jongens. Een feestje voor jou georganiseerd, ja. En wie heb je gedaan, je opa? Weet ik niet, maar ik ben kampioen geworden en erg blij mee. Ja, wou ik zeggen, toch? Ja. Kampioen 85C, hè? Mm-hmm. Ja, ik zag het, ja. Mooi, hoor. Ja. En ja, dat is een mooie wedstrijd, hè? Toch? Ja. Het ging allemaal verder goed, hè? Liep het allemaal op rolletjes, zoals het moet zijn? Ja, ik had weer een goede start. Dien, die kwam er voorbij, want ik had een foutje gemaakt. Maar ja. Ging zijn motor kapot, toen binnen 1 en toen zo de wedstrijd uitgereden en kampioen geworden. Ja, oké, okay, mooi. Nou, heel veel succes nog vandaag. Ja. En gefeliciteerd, ja? Ja, dankjewel. Hallo, Heiting BV. Ja? Ik moet even naar de dokter, daar. Hallo, ik moet naar de dokter. Hallo, ik moet naar de dokter. Dag dokter. Nummer 1, hè? Hallo dokter. Nummer 1, hè? Ja? Twee jongens, wat een mooi ziekje aan, jongen. Heb je goed gedaan, hè? Dik verdientje. Ja, wel verdient. Hoe heet hij? Levi? Ja. Levi, laat zien. Wat heb jij? Een shirt met een fluit erbij? Ja. Ach jongen, die fluit moet weg, jongen. Je hebt een hele dure fluit hangen daar. Klopt dat? Ja. Zo'n mooie fluit. T-shirt. Ja, die heb ik gekocht, jongen. Like when my rearview is over the gate, then you can compare, you know? That's the charm. Goedemiddag. Hi. Calvin Vlaanderen hier vanuit Oldenbroek, hè? Hoe is het gegaan, Calvin? Goed. Ja? Ja. Hoeveel ben je net geworden, weet je dat? Derde. Eerste match. Netjes toch? Ja, was oké. Oké. Baan ligt er mooi bij geloof ik, of niet? Ja. Ja? Ja.
Oké. Okay. Hey, veel succes. Ja, tweede maand, ja? Dankjewel. Taking. Goedemiddag. Ja. Ja. Daar komt hij aan hoor. Deze pootjes hier vanuit Oldenbroek, hè? Onze John is er ook weer. Jazeker, hoe is het gegaan? Ja, best goed. Eerst maar het regende. Ja? Oké. Okay. Nee, maar goed, oké. Okay. Gaat steeds beter, toch? Ja, steeds beter. Het rijden zo op zich wel goed. Nog een beetje de deur, dan moet nog wat beter. Maar het negen was goed. Ja, dus, nou super toch? Lekker, lekker nog opbouwen. Tweede maand zo, hè? Ja, daar ook tweede maand nou bijna klaar. Dus, oké. Okay. Hey, veel succes dan. Ja, dankjewel. Hè. Jongen,
einde van de maand, jongen. Heb je zo'n Nederlands geleerd? Heb je zo'n Nederlands geleerd? Ik heb Nederlands. Ja, maar je bent het thuis ook. Nee, Nederlands. Het is niet te geloven, alles is hierop gerekend. Hier, hè? Boah. Ja, dus kijk, ze worden zo gewakker. Stil, heb jij die bril? Die gouden. En mijn pet? Ze worden zo, krijgen zo'n fitbehandeling hier, hè? Ja, zeker zo. Ah, Superman, moet kijken. Nieuwe washandjes, alles hebben ze voor mij gekocht hier. Hè? Ja, ik heb het. Morgen kunt u dat allemaal weer zien op YouTube. John van Beek 100. John van 150 is de C-klasse op een derde plaats geëindigd. Tweemaal pakte Henk de holshot. Tweemaal reed hij ronde lang aan de leiding. Start nummer 432, Ivano van Emmen. Dan zegt hij, dat gaat boel aan de kant, want ik ben van ons. Ja, natuurlijk. Ja, ja, zo, hè. Dan gaan we naar de tweede plaats. Op een tweede plaats hier Roland van der Boosdijk. Hij wordt de tweede hier in het achtste en de start nummer 39. Even de box. En dan de winnaar, jongens, wat maakt hier weer een geweldige show van? U krijgt waar voor uw geld. U gaat vanavond naar huis dat u een geweldige motor van start gehaald heeft. Hier komt in de start nummer 74, Kai de Waal! Zaterdag zitten ze weer in Letland. Deze mannen strijden voor de Puntenrood Wereldkampioenschap met Roland en Kai. De bloemen, de pleet voor de overwinning van onze voorzitter. En dan mogen ze even lucht op ons bloemen. Daar hebben we de laatste van hebben. Voor Roland van der Boosdijk en Kai de Wolf. Hoe gaat het met de overwinning? Lekker, goed oprusten. 17 jaar lang is onze voorzitter. Ik zou hem willen knuffelen tot de nieuwe media zal melden. Onze hele week kan. Wat een organisatie in onze groep. Wel, we gaan het kampioenschap bilderen. Op een derde plaats krijgt de toekomst van Motocross 2023. Het is wat minder dan Andrea Motocrossi. De plate voor de derde plaats in het kampioenschap. Ja, we hebben maar drie wedstrijden. Deze jongens die moeten zoveel rijden. Dus we kunnen de Dutch Master voor de Cross 2023. Hier is hij. De mannen uit Zeeland worden helemaal gek. Lekker Kees. Rustig aan jongens, hè. En dan. Dutch Master 2023. George Trent bedacht ooit zijn nickname Red Hurricane. Het is inderdaad een grote storm als hij op de Husqvarna zit. Hij wordt Dutch Master 2023. 18 jaar oud is hij. Oh, we hebben toch confetti. Ja, maar ik heb toch iets van. En de gold plate voor Kai. Jongens, de plate lucht in. En de Turkse champ, Kai de Wolf. Niet veel gezicht hoor. Nummer 1, hè? Gefeliciteerd jongen, allemaal hier, hè? Zeer het team van Zeer die ook, hè? Van natuurlijk alle officials van de Koninklijke Nederlandse Motorrijdvereniging. Willen wij bedanken, hebben ze het hek niet gemaakt. Jongens, dat hek even om, want ik moet terug naar mijn kant. We hebben de afgelopen dagen heel veel bier gedronken. We hebben het heel gezellig gehad. Maar zij moeten alles nog opruimen. Hoe bezig jij? Ik ga
met de Electric Kawasaki van Mechelen. Ik noem de plaats, ik weet niet wat dat gaat even. Joël van Mechelen. Hey!
zeg ik nogmaals, want jongen, wat een race publiek. Hij kreeg de handen om elkaar die applaudisseren toen ze maar hier voorbij zijn gekomen. Op een schitterende wijze. Ja, en dan heb je niks anders dan te doen om de titel te halen, maar ook de beide heats weer te winnen. Dit is de kans. Gefeliciteerd, je hebt niet gefeliciteerd, jongen. Hoi, hey. Man. Wat is dat jongen? Eerst op de last van de start, ik maak een herrie. Ja, maar wacht even, hier naar de plaats. Maakt niet uit, je hebt het voor. Alles onder controle. Nee, je hebt soms iemand. Er was een line next to me, so much noise in the game, they couldn't focus on my mind. Yeah, I see the reaction. Was it Calvin? No, I don't know what it was. Yeah, reaction was... You crashed on that part and pull up short first. And then the same corner as Sudo. No, it's okay. I keep working since I'm not sure. We gaan eens kijken. Oh, de respect nummer 91. Op het allerlaatste moment kwam hij ermee. Jeremy Siemer. Tony Money. Dit van haar. De Big Boss van Trimhout staat hier. Die gaat de plate overhandigen aan Jeremy Siemer. Een van de hoofdsponsoren. Trimhout ook voor Utuin. Ook natuurlijk. Dan gaan wij naar de tweede plaats. Tweede plaats in de dagklakker klassement. Second place today hier in Oldenbroek. De number 3 van Frans, Romain Favre. Ja, hij heeft de vast door. U mag applaudisseren voor hem. Want hij heeft werkelijk alles gegeven. En dan de directeur van Trenthout met de plate, de silver plate voor Romain Favre. Ja, en dan dagwinnaar, een smaakmaker uit Nederland, een jongen uit Brabant, een koning, een baas, een king, u kunt het niet verzinnen, ik heb 100.000 verschillende bijnamen aan hem gegeven. Hier is hij, de startnummer 84, Jeffrey! De kussen van Diana, de bloemen en natuurlijk de goldplate van vandaag. Voor Jeffrey Ellen, geef ze een applaus! Jeffrey Siemer, Roland Verbrecht en Jeffrey Hellings. Hier in Nederland, Jeremy Siemer.
nog volop bezig met handtekeningen zetten. De man wil zich op een derde plaats, de Dutch Master van 2022, Calvin Vlaanderen, hier in Oldenbroek. Heerlijk meegemaakt. Nee. Krijgt de bronzen plaat van onze directeur van de Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging, de heer Wim Mulder. Ja, als je valt. Dan gaan we naar de tweede plaats. Tweede plaats in de Dutch Masters Championship. Second place voor de Dutch Masters voor de number 3, Roman Febre. Totaal tweede geweest. De high fives. Hier bij de kids natuurlijk. En we hebben de zilveren plate van de Dutch Masters 2023. Jongens, wat heeft die gestreden? Maar dan, het is weer een titel die hij bij kan schrijven. Aan al zijn overwinningen, aan al zijn kampioenschappen. Hij wordt de Dutch Master 2023. Ja, het kanon uit Oplo, zullen we maar noemen. Vandaag hier in Oldenbroek, de show van Oldenbroek voor niemand minder dan Jeffrey de Vollewit Hellings. Ja, Jeffrey, helemaal rond, dat ligt helemaal rond, hè. Dan even rondgaan en dan een podium op. Dat aan de andere kant een leuk vraag, hi-fi van de Bullet. Kijk eens. Zo lenig als je de podium kunt hier. Ik denk het ook wel, ja. De goalplates voor de nummer 84. En u kunt hem weer aan het werk zien in Lommel en in Os tijdens de wedstrijd voor het wereldkampioenschap. Daar met de buis voor Calvin Vlaanderen, Ronde Berne en Jeffrey Hellings. Dank u wel, heren. Vandaag hier in zicht en in beeld. Hij heeft een heel die schoen hier, de Wolf, jongen. Gefeliciteerd! Die schoen is geld waard nou. Ja, nou geld waard hoor. Hey. Dat is van. Van jou ook op je schoen, John? Nee, jongen, hou op. Vooral op jouw lens zo. Ja. Zo op jouw lensje. Nee, je bent echt gevaarlijk, jongen. Goedemiddag, Alice, gefeliciteerd hè, met je zoon hè. Dankjewel. Super hè? Ja zeker. Kan niet beter. Oké, fijne dag nog, fijn weekend. Jij ook jongen. Goedemiddag. Goedemiddag. Je zit in Oldenbroek geloof ik hè? Ja klopt. Hoe is uw naam? Mijn naam is Helene Dero. En waar komt u vandaan? Wij komen uit het Stadskanaal. Stadskanaal, is dat ja. Richting Groningen of zijn ja. Het verkeerd? Ja, dat is Groningen. Oké, okay. Ja. En hoe komt u hier verzeild? Heeft u iemand kennen of zo die rijdt of zo? Voor Jeffrey? Nou, wij hebben een hele mooie camper geregeld voor Jeffrey, dat hij zich een beetje koffie drinken om kan kleden. Een mooie Carthago die daar staat. Oh, oeh, dat is dus, Carthago. Leuk. Carthago, bent u een camperdealer of zo? Dan? Ja. Ja, ja, met z'n tweeën, u hoort bij elkaar of niet? Wij horen bij ja, elkaar. Ja, oké, dan weet ik ook niet, maar goed. Oh ja, waar zit het ook in de Stadskanaal, het camperbedrijf? Ja. Hoe heet het bedrijf dan? De Row Campers. Hoe? De Row Campers. Oh, de Row Campers, okay, ja. Ik dacht het gevulde buikje van jullie. Wat zeg je? Het bedrijf het gevulde buikje. Het gevulde buikje. Ah, het buikje heeft wel goed. Maar oké, Jeffrey die camper dan of zo? Hebben jullie die gegeven? Ja, voor één dag. Ja. Oh, één dag? Oh. Ja, ja. Jeffrey kan hem ook wel langer houden, toch? Ik bedoel, vast wel. Ja, toch? Hij heeft nog niet zoveel meer geloken. 4, 5 miljoen per jaar ongeveer, hè? Ja. En alles is goedkoop, hè? Dus ja. Ook dat toch? Oké, nou goed. Fijne dag nog, ja? Ja, jij ook. Jij ook. Dag nog veel naar de volgende. Nou, maar bedankt, hè? Jullie hebben elkaar wel gevonden geloof ik net, hè? Jawel. Ja, zag ik, ja. You also, man. Ja, ja, ja. Dat bedoel je. Dat bedoel je. Ja, dat was awesome. I wanted to send it and really on the risk it. Yes, yes. No, no, no. Okay, guys, see you. See you, ciao, Antti. Yeah. All right, let's do it. Okay, Jeremy. Podium in the Dutch Masters. How was your day? Ah, you know, I did this race for training. It was a good opportunity for Latvia, which is next weekend. It's been a while I raced Dutch Masters, especially this kind of track. It's tricky, you know, and today morning I was again like, oh wow, you're like, you need a day to adjust to this. It's so different, typical Dutch track. So it's completely different to anything I usually ride, you know, but I enjoyed, you know, I took it as training. I didn't do anything crazy. I had some good starts. I
Made a few small mistakes, had to set up my bike a bit to adjust it to the track, but overall third place in the end, which is fine, you know, but I just, you know, tried to prepare for the next GP, and this was good, so now I'm looking forward to that and I feel ready. Okay, man, thank you. Yeah, we see you here from now to Oldenbroek. Yes, yeah? yes. Oldenbroek is finished. I'm ready to go home. Switzerland? No. Belgium. Lommel? Yes, near Lommel. Okay. Twice to the Fahrer? Yeah, 2 hours. Ja, 2 hours. 2 uur, or ja? How you twee say? Uur, twee, twee uur. Uren. Twee uur. Rijden. Rijden, ja. Een snelle wagen, hè? Yes. Yamaha, hè? Yes, okay. Yeah. Real snelle wagen. Ja, snelle wagen. Je kan goed Nederlands, hè? Een beetje. Ja, goed. Een klein beetje. Okay. Ik verstaan dat wel, maar... Ja. Oké, okay. Hey, veel succes nog. Ga je goed. Volgende dankjewel. Week Estland, hè? Estland. Yes. Oké, okay, succes dan, ja? Dank u wel. Thank you very much. Ciao. Hey, hoe heet ik? Johnny. Johnny. Money. Johnny. Johnny Money.